De onderwijsinspectie heeft in de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met ouders, leraren, leerlingen en de Raad van Toezicht. Ook hebben inspecteurs lessen bijgewoond. Het definitieve rapport van de inspectie laat nog wel even op zich wachten, maar in een gesprek met schoolbestuurder Berry Lomme zijn al wel vast de belangrijkste bevindingen verteld. De inspectie heeft mij medegedeeld dat dit voor de afdelingen basiskader van het VMBO en HAVO-VWO betekent dat hier in elk geval onvoldoende zullen worden gegeven. Voor de theoretische leerweg van het VMBO twijfelt de inspectie nog over het oordeel onvoldoende of voldoende. Porteum vervangt sinds dit schooljaar de oude middelbare scholen SGL, Rietlanden en Arkers. De directie van de school zegt natuurlijk niet blij te zijn met het oordeel. We hebben aandacht gevraagd voor de moeilijke start die we als Porteum hebben gehad. Voor de tijd die het vraagt om een nieuwe organisatie te laten draaien. Voor de invloed van corona op het gedrag en de motivatie van onze leerlingen. Voor de moeilijkheid om vacatures ingevuld te krijgen. De inspectie zegt hier echter wel begrip voor te tonen, maar dit geen rol te laten spelen in hun beoordeling. Uit de brief van Lomme aan de docenten blijkt nogmaals dat de beginperiode van Porteum erg rommelig en roerig is geweest. Maar juist op dat gebied ziet Lomme allerlei verbeteringen. Zo noemt hij als voorbeeld dat de docenten eindelijk uit hun overlevingsmodus zijn gekomen en weer allerlei activiteiten gaan organiseren voor de leerlingen en met elkaar. De afgelopen maanden is er volgens Porteum keihard gewerkt om alles weer op het niveau te krijgen dat ze gewend waren. Door dit alles heeft het voorlopige oordeel van de inspectie ons een wrang gevoel bezorgd. De inspectie heeft de feitelijke omstandigheden beoordeeld en niet de potentie van ons onderwijs. De inspectie heeft besloten een compleet nieuwe organisatie in een compleet nieuwe school te beoordelen, zonder ook maar op enige manier rekening te houden met de fase waarin we ons bevinden. Lomme zegt ervan overtuigd te zijn dat als de inspectie nog een jaar had gewacht, er een ander oordeel uit was gekomen. De school probeert de komende tijd nog wel het ongenoegen over te brengen, maar of dit gevolgen gaat hebben voor de beoordeling is onzeker.